Goedendag dames en heren, welkom bij een nieuwe video. Vandaag ga ik jullie een hele vette kaarttruc uitleggen. Het is een hele simpele kaarttruc, de video zal ook niet lang duren, maar het effect zal echt heel vet zijn. Ik zou zeggen heel veel kijkplezier en geniet ervan. De truc gaat als volgt zo, je hebt één kaart, ik heb hier een kaart. Die kaart draai ik om en op een gegeven moment is het dus een ruiter 3 geworden. Dus nog een keer heb ik de ruiter 3 en als ik hem omdraai, dan is het deze kaart geworden. En dat is eigenlijk heel simpel de truc. En nu daarover naar de uitleg. Nou, wat je voor deze truc nodig hebt is eigenlijk heel simpel. Het zijn twee kaarten en je moet eigenlijk één move goed kennen en goed kijken waar je hem gaat doen, hoe je hem gaat doen. Het is eigenlijk heel simpel. Hetgene wat gebeurt eigenlijk is, ik laat het even zien, terwijl ik de kaart pak, schuif ik deze kaart hier naar achter. Zie je dat tussen deze twee vingers? Dit heet de Tenkai Palm. Die kan je ook vinden op YouTube als je niet weet wat het precies inhoudt. Tenkai Palm. Dus T-I-N-K-A-I. En dan kan je het vinden op YouTube. Het is eigenlijk heel simpel. Je houdt de kaart eigenlijk zo vast. Tussen je duim en je wijsvinger. Of tussen je duim en je hand, zeg maar hier. Dus eigenlijk vanuit deze hoek zie je de kaart echt bijna niet. Vanuit deze hoek moet je hem echt nooit doen. Dus als je de truc doet, doe het nooit vanaf deze hoek. Want dan zie je zeg maar de kaart. Maar wat is nou eigenlijk precies de move? Dat ga ik jullie even goed uitleggen. Het is eigenlijk heel simpel. Het enige wat je doet is je houdt de kaarten zeg maar zo vast. En zodat ze niet zo verschoven zijn, zodat ze echt alle twee naast elkaar zitten. Ik zou je aanraden om eventjes bijvoorbeeld dit te gaan doen. Gebruik bijvoorbeeld, even kijken. Gebruik bijvoorbeeld deze twee kaarten. Laten we even die zwarte weg doen. Gebruik gewoon twee verschillende kaarten om dat te doen. Het zijn alle twee dezelfde achterkant. En alle twee de verschillende voorkant. En leg die twee achter elkaar. En wat je doet is eigenlijk heel simpel. Je maakt je hand plat, zoals je ziet. En het enige wat ik doe is eigenlijk, ik zet ze maar zo erachter. Dus eigenlijk ziet het er zo uit vanuit deze hoek. Zie je dat? Heel simpel. En het enige wat ik eigenlijk doe, terwijl ik zeg maar draai, dus mijn hand naar beneden doet. Het enige wat ik doe is, ik schuif deze kaart naar mijn duim toe. En dat ik hem dan in deze positie vasthoud. Dat ziet er eigenlijk vervolgens zo uit. Ik draai de kaarten en ik schuif deze kaart tussen mijn duim. En met deze hand pak ik die kaart en geef ik die zeg maar. En de snelheid ziet er eigenlijk zo uit. Zie je dat? Het ziet er misschien heel moeilijk uit, maar het is eigenlijk echt. Kijk, ik zal even laten zien. Je schuift de kaart gewoon tussen je duim, dat het hier komt. Het is echt even oefenen. Het is niet zo dat je dit in 1, 2, 3 kan. Het zou heel vet zijn als je het gewoon in één keer kan, maar en het effect ziet er dus zo uit. Dus als je het snel oefent, ziet het er zo uit. En zorg niet dat je te ver zo staat of te ver zo staat. Zorg dat je hem een beetje voor de persoon houdt. Dus als je bij iemand doet, zeg dan van, yo, ik heb hier een kaart en kijk eens. En dan is hij veranderd. Snap je wat ik bedoel? Dus het is eigenlijk, je moet het goed oefenen. En je zult zien dat het echt heel vet is als je het goed kan. Het beste wat je kan doen is bij iemand staan dat je bijvoorbeeld van de zijkant naast ze staat. Dus als je zo staat. En zo in één keer ze allemaal zien. En wat je eigenlijk dan de meeste kan doen is deze kaart gewoon even naar je zak toe gaan. En dan in je zak stoppen. Of je geeft hem even aan iemand die mee helpt achter je. Of dat soort dingetjes. Maar zorg niet dat je dit doet. En dat je dan bijvoorbeeld nog zo staat. En dat je dit laat zien. Want dan zal iedereen die kaart zien. Maar zorg dat je deze goed kan. De palm zeg maar. En zorg dat je de smoothness goed in orde krijgt. Dus dat is eigenlijk een beetje hetgene. En je zult zien dat het effect echt heel veel zal zijn. Dus oefen dat. En dan dus doe dat. Lieve mensen, we zijn gekomen aan het einde van de video. Ik hoop dat jullie deze video leuk vonden. Zo ja, geef dan een like op deze video. En als jullie meer kaarttrucvideo's willen zien en meer trucjes en wat dan ook, geef dan een like op deze video. Zou ik hartstikke tof vinden. En dan zou ik zeggen, tot de volgende keer. En abonneer op dit kanaal. En ik zou zeggen, tot gauw weer met een nieuwe video. Lieve mensen, halen we meer dan 50 likes op deze video, dan leg ik jullie dit uit. Vet hè? Dan leg ik jullie dat uit. Meer dan 50 likes op deze video. En dan leg ik jullie uit hoe je dit met de kaarten kan doen. En dus doe dat. En dan zie ik jullie gauw weer. Mijn naam is Joel en ik zeg ciao!